Goed, welkom bij een nieuwe video weer van deze WK met Alexander Schwartzman uit Rusland en Roel Boomstra uit Nederland. Ik ben hier vandaag samen met Stijn Overheem en we willen graag de 11e partij bekijken en kijken wat, wat de verschillende plannen, ideeën zijn voor beide kleuren. Zoals gezegd, 11 partijen gespeeld, in totaal worden er 12 gespeeld. Wat vind je tot nu toe van de partijen? Ik vind dat er heel veel verschillende partijen gespeeld zijn. Partijen waarin het heel erg spannend was. En waarin ook beslissingen gevallen zijn of hebben kunnen vallen. Mm-hmm. Maar ook zeker partijen waarin het wat rustiger aan ging. Waarin het, ja, het lijkt alsof de spelers energie aan het sparen waren. Want de kans dat we gaan snel dan is natuurlijk heel erg aannemelijk. Ja, ik ook, ja. Goed, ik stel voor dat we maar gewoon gelijk dan naar de partij gaan kijken, naar de 11e partij. Roel Boomstra had nu wit, tegen Alexander Schwartzman dus uiteraard met zwart. Zeker. Dat ging deze manier. En deze opening hebben we al meerdere malen gezien. En ook dit vervolg. Mm-hmm. Ja, in eerdere partij ging het dus met 41. 37 en waarna 16-21 kwam. Zeker. Nou, nu speelde Boomstra 35-30, dat heeft hij zelf ook eerder gedaan in de match. Mm-hmm. En Alexander Schwartzman reageerde zoals hij toen ook reageerde met 20-25, dat is die set. En met deze set probeert hij de witte vleugel, de witte zijkant, mm-hmm. te een beetje vast te zetten. De mogelijkheden voor wit op die zijkant zijn nu beperkt. Mm-hmm. Een gedwongen opbouw met bijvoorbeeld 40-35 lijkt de enige manier om het te ontwikkelen. Dit is uiteraard voor de spelers bekend, maar de zet 20-25 is bedoeld om die vleugel een soort van vast te zetten en het spel van wit te beperken. Ja. En wit zal nog proberen naar veld 24 te gaan. De aanval die we eerder gezien hebben in deze match en die we ook eerder besproken hebben in de video's. En in dit geval mag dat niet, vanwege twee verschillende combinaties. Namelijk een 1 en 2. 3 zelfs, denk ik. 3 zelfs, dat kan niet op vandaag. Een 1 en 2 met 23-29 bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld deze. Of de 2 om 3. Met 13-19. Deze. Jij zag er nog één, is dat dan? Zeker. Is dat dan 23-8? Ja. Dat dacht ik al. Dus Pitt moet natuurlijk wel blijven opletten. Kan dus niet gelijk naar veld 24. Maar goed, Pitt zag dat uiteraard wel 41-37. Ja, en vanaf dit moment doet Boomstra een andere zet dan in de eerdere partij. In die andere partij speelde hij in plaats van 39-33, deed hij 40-35. En dat was de partij waarin Boomstra het ergst in de problemen gekomen is. Mm-hmm. Hij bouwde toen verder op die vleugel. Die vleugel kwam heel erg vol te staan. En dat kostte hem bijna die partij. Dat had hij bijna verloren. Dus vandaar dat hij nu voor een andere opbouw kiest, denk ik. Nu heeft zwart maar één zet. Hij heeft 1 om 2. De 1 om 2 die dreigt, dus hij moet terugruilen. Hij wordt op die manier. De spelers bouwen op. Nu 38-33 gespeeld. Ja. Goed, normaal. Maar goed, wit moet natuurlijk wel even op blijven letten. Bijvoorbeeld
had weer dit gespeeld. Om gewoon schijven mooi naar het centrum, mooi naar het midden te brengen. Om een piramide te bouwen. Heb je dat al eens uitgelegd? Wat een piramide is? We hebben het wel over formaatjes gehad. Oké. Okay. Hier komt deze jet. Maakt niet uit hoe we het slaat, bijvoorbeeld zo. En het zwart gaat altijd. Nou dan. Hetzelfde. Nee, dat is leuk. Wit kan ook deze jet spelen. Een zogeheten lock set. Ja, 11 gaat weg. Misschien kan het wel. Ja, ik dacht even dat wit of zwart dit niet mocht doen. Maar het lijkt wel te mogen. Ik kan 2 om 3. En zwart er 1 meer. Ja, en ik probeerde dit te doen. En teruggooien. Maar na alles slaan staat zwart, denk ik, een schijf voor. Hè? Klopt. Toch nog. Dus in deze stand mogen 39-33 en 44-40 niet. Dus wit is wel beperkt in zijn zetten. Slimme jet, bijvoorbeeld 44-40, lijkt een logisch jet om daarna zo verder te gaan. Maar ook, en ook de 49-43. Maar ook nu kan dit jet. En zo. Kijk. En, dit, of, en zwart zal maar dan gaan en later ook de partij gaan winnen. En ook 49-43 is verhinderd. Dus je moet altijd opletten als je gaten maakt. En je ziet ook dat dat nu gebeurt. Dat zijn gaten. En dan moet je altijd goed opletten of de tegenstander geen combinatie of een setje kan uithalen. Mm-hmm. En in dit geval kan dat ook. Hij zit een beetje verstopt. Maar hij gaat met deze manier. 23-9. Ja. Neerslag gaat voor. Wit moet hier 2 schijven slaan. En zwart heeft een dam. Ja. En wit kan die dam niet zomaar afpakken. Nee, al weet ik niet wat het waard is. Ik heb niet hier of de dam echt wint. Maar goed, wit moet hier natuurlijk wel ernstig rekening mee houden. Ik kan me voorstellen dat hij dat niet wil toelaten. En dit vind ik een hele bijzondere set. Ik had hem niet verwacht. Deze set wordt vaak een beetje gezien als een slechte set. Want wit beperkt nu de mogelijkheden op zijn lange vleugel op de linkerkant. Door die set, die schijf die hangt er een beetje achter als het ware. En als je nog even 1 set terug doet. Ja. Je ziet nu heeft wit bijvoorbeeld nog de mogelijkheid om te ruilen met 37-31. Deze formatie kan wit dus op deze manier ruilen. En dan, ja, dan heeft hij veel meer bewegingsvrijheid, speelvrijheid en kan hij heel veel verschillende zetten nog spelen. Mm-hmm. Door de set 46-41 nou hangt die schijf erachter en lijkt het de enige opbouw die nog mogelijk is 36-31 en 41-36. Want nu kan deze jet die net wel komt, kan nu natuurlijk niet. Het geeft de 2 weg. Dat is een opmerkelijke jet natuurlijk. Ja. Maar ik verwacht dat Boomstra dat roel verder gerekend heeft dan dat wij misschien denken. En dat het daarom geoorloofd was om die jet te spelen. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Nu zijn we bij het moment aangekomen dat Zwartsman een hele grote ruil neemt. Hij geeft de eerst 1 weg. En dan nog een paar. En dan slaat hij de 3.
Nu staat zwart er eentje achter. Maar er zit nog een 1 om 2 na. Mm-hmm. Dat is 23, 28. En die kwam ook. En dat zorgt ervoor dat de stand weer gelijk wordt. En het spelbeeld is totaal veranderd. Er zal nu een grote opbouwfase aankomen. Waarin beide spelers op de juiste manier zullen gaan opbouwen. Het is altijd verstandig om op zo'n moment tot je te laten doordringen wat er allemaal gebeurd is. Er zijn natuurlijk heel veel schijven van het bord. Mm-hmm. Dus je mag best eventjes de tijd nemen om te kijken van wat zijn mijn mogelijkheden. Waar wil ik over een paar zetten? Hoe wil ik dan dat mijn stand is? Wat is mijn streefstand, zoals dat dan heet? En sowieso over de tijdverdeling gesproken en tijd nemen. Is het mij opgevallen dat zowel Boomstra als Zwartsman, maar vooral Boomstra, in de opening heel snel speelt. Mm-hmm, ja. En dat zal te maken hebben met voorbereiding. Ja. Dat hij bepaalde openingen van tevoren bestudeerd heeft, waardoor hij sneller zijn keuzes kan maken. Mm-hmm. Maar ja, het valt me wel op dat Boomstra vaak tijdsvoordeel heeft. Ja, zeker. En dat is natuurlijk altijd mooi mee. Het kan belangrijk zijn als je tijdsvoordeel hebt. Ja, als je later in de partij komt. Ja, dat je dan genoeg tijd hebt om ook gewoon na te denken over je zetten, over je plannen. Ja. En niet dat je elke keer met 1 minuut zit. Klopt. Nu nog wel even opletten, stel je voor, zwart doet deze jet, dan volgt er een kleine combinatie. Kijk. Ja, weer de gaten waar we het eerder over gehad hebben. Ja. Weer deze jet. Dan kan hij op deze manier 2 slaan, maar meestal gaat voor en dat wil wit uiteraard wel. Wit slaat helemaal dan. Nou, veel te. Ja. Maar goed, zwart trapte daar uiteraard niet in. Speelde gewoon 7-12. Hier zal zwart ook wel even nagedacht hebben, denk ik. Ik denk dat je hier 2 jetten hebt, of tenminste je lijkt 2 jetten te hebben, namelijk 14-19 of 13-19. Nou goed, stel je voor dat je 13-19 speelt, dan zou wit misschien deze jet kunnen spelen. Zwart maakt gaten, dus er zitten weer kansen in voor een combinatie. Stel je voor dat zwart zo dan. Komt wit op deze manier een aantal schijven voor. Dus zwart moet zo slaan. En nu kan wit een dam halen. 3 weggeven. Nog een weggeven. En 4 stuks naar dam. Ja, en je hebt er geloof ik 6 schijven weggegeven. Je slaat er 4. Maar op dit moment kan zwart bijvoorbeeld dit spelen. De witte dan moet slaan. En deze jet. En de dam wordt weer gevangen. Moet hij 2. De dam moet slaan. En dan is er een 6 om 6 overgebleven. 6 witte schijven tegen 6 zwarte schijven. Nou goed, ik durf nu te zeggen wat de stand waard is. Maar ik kan me voorstellen dat Boomstra dit niet gedaan heeft. Want de witte schijven staan toch heel ver naar achter. Staan er 3 helemaal op de onderste rij nog. En ook als een andere schijf staan allemaal aan de zijkant. Ja. En je ziet dat zwart op veld 24 met 1 schijf 2 schijven vasthoudt. Dat zijn schijf 25 en 35. Dus ik zou liever zwart hebben in deze stand. Ja, dat lijkt me terecht. Maar wat het waard is, weet ik niet. Mag ook naar 13-19, hoeft het natuurlijk niet te nemen.
Zij ging een beetje minder. Achteruit geslagen, ja. Lijkt een beetje een vreemde zet van zwart. Geeft in, schijf weg. Maar wint hem gelijk weer terug. Beide spelers bouwen gewoon een stand op. Hier dreigt wit met een combinatie. Mm-hmm. Weer door formatie. Zeker. Door gewoon. Voor zwart speelt dit bijvoorbeeld. Het zou natuurlijk niet erg handig zijn. En door die formatie kan een 1 om 3 worden uitgehaald. Eigenlijk een 2 om 3, want zwart slaat ook nog terug. De zwartspannen zetten uiteraard dicht. En nu wordt de stand toch weer iets spannender. De stand komt bij elkaar. Er zijn minder mogelijkheden, dus de spelers kunnen dieper rekenen. En variantjes berekenen. 43-39 kwam. En nu weer een opmerkelijke zet van Schwarzman. Gaat meteen een stapje verder. Deze manier. Ja, de aanval in. Ja, ik denk dat het goed is om even stil te staan bij deze stand. Ik kan er natuurlijk van alles over zeggen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat de kijkers zien dat wit zo meteen met formaties kan werken. Bijvoorbeeld op deze manier. Bijvoorbeeld. Waardoor deze formatie heel belangrijk wordt. Nu draagt ook al een 1 om 2. Maar ook naar bijvoorbeeld deze zet. En hier zien we dus de kracht van de formatie. Deze terugschrijven op een rij. Van ja, goed cijfer, zwart speelt deze zet. En nu kan wit dan een zetje nemen. En dat komt dus door de formatie. En we slaan er helemaal doorheen. Kijk. Wit zal de partij gaan winnen. Dus de formatie die we net zagen. Daar probeert zwart wat aan te doen. Zwart probeert te zorgen dat wit niet al te makkelijk die formatie op kan bouwen. Dus vandaar deze zet gespeeld. Ja. Lijkt een beetje een gevaarlijke zet, een beetje een enge zet. Maar natuurlijk wel met een reden. Nu dreigt zwart weer met een combinatie. Als bijvoorbeeld 47-2 gespeeld wordt, dan volgt een verrassend setje. Met 24-30. Kan op allerlei manieren slaan. Zeker. Maar meerslag gaat zoals gezegd nog steeds voor. Dus wit moet er 2. En zwart pakt de 3 dan. Dus Boomstra deed wat daartegen. Door 33-8 inderdaad. Dan komt er wel een hele gebonden stand, waarin weinig mogelijkheden zijn. Je ziet dat wit de 4 schijven rechts van zwart in bedwang houdt. Die kunnen niet spelen. Die worden allemaal vastgehouden. Dus zwart kan alleen maar aan de linkerkant spelen. Nu heeft wit 2 zetten, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dat is of 39-33 of 39-34. In de partij werd gekozen voor 39-34.
En dat is denk ik ook de beste, want stel 39-33 zou komen, dan wordt er geslagen. En nu zie je dat de zwarte aanval nog een stapje verder kan. En die komt gevaarlijk dicht bij de damlijn. Ik durf niet te zeggen wat het waard is. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat... Het ziet er op je minst gevaarlijk uit. Jazeker. Daarom dit ook gespeeld. Het maakt niet je heel veel uit hoe je wat slaat. Wat gaat er weer staan? Het lijkt nog even spannend te worden. Ja, bijvoorbeeld als zwart hier 17-21 speelt. Dan kan het zijn dat wit toch nog wat kansen krijgt. Want ook naar bijvoorbeeld deze jet. Forceert wit zwart om weg te lopen. En nu kan de 1-2 achterom. En wit zal gaan. Winnen weet ik niet, maar. Kansen zijn voor wit. Ja. Dus hier. Dus hier geen 17-21 gespeeld. Al zou het ook wel een hamiertje worden. Het zwart nam geen risico. Een offer. Een 16-21 geeft er eentje weg en loopt erachter. En je ziet dat wit er eigenlijk niks tegen kan doen. Het lijkt nog even spannend te worden. Voor wit, want zwart kan er maar liefst 3 slaan en dat lijkt je eigenlijk, daar kun je eigenlijk niks tegen doen. Maar wit plakte er doorheen, zoals dat heet een plakker. Plakte tegen de zwarte schijf aan en omdat meerslag voorgaat, dan moet het zwarte 3 en wit slaat er eentje. En de partij zal remisen worden, want alle zwarte schijven staan in het midden. En de witte dam, die zometeen zo gaat komen, zal vast een zwart schijfje oppeuzelen. En dan is zwart niet meer de benodigde 4 schijven die nodig zijn om te winnen. Vaak. Lijkt me een goede afsluiting. Ja, dat ik denk een spannende opening. Hè? Ja. Waarin het even leek alsof het net zo ging als een aantal partijen geleden. Maar hier besloten beide spelers je af te haken. Goed, de schijven gingen daarna wel snel van het bord af. Ja. Maar goed, ook dan moet je natuurlijk gewoon blijven opletten. Bijvoorbeeld op kleine zetjes die we gezien hebben. Zeker. En ik denk dat beide spelers het gewoon goed naar een muurtje hebben afgewikkeld. Ja. Morgen de spannende laatste partij. Ja, de 12e partij. Met deze 11e partij die dus nog een muurtje is geworden, is het dus zeker dat er een beraadje komt op zondag. Ja. Want er moeten minimaal 3 partijen gewonnen worden. Boomstra staat dus voor nog met 1 winstpartij. Er zou natuurlijk een winstpartij bij kunnen komen. Ja. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor Zwartman, die de stand gelijk zou kunnen trekken. Maar goed, zoals gezegd, de zand is... In de reguliere partijen lukt het niet meer om 3 overwinningen te halen voor een speler. Ja. Dus er zal gesneld om te worden. Ja, dat is spannend. Zeker is. Goed, dan wil ik het hierbij laten. Bedankt voor het kijken. En uiteraard hopen we jullie weer terug te zien bij de 12e partij. Doei!